I came on vacation with my brother and a boyfriend. Just the three of us. Isn't Sandal City beautiful? Why? Why did she bring her brother along? Oh, jongen, ik hoop dat je weet dat je een hele grote kokblok bent. Echt waar. Ik hoop dat je dat beseft. Hey Eevee. Raad eens. Sterf. Pijnlijke. Fucking. Ik wil je slaan, maar dat kan niet. Fuck jou, Eevee. Raar mannetje dat je bent hier. Ga maar lekker sterven. Oh, Eevee, wat ben je toch een raar mannetje of vrouwtje? Ik weet het eigenlijk niet. Wacht, we gaan dit nu uitzoeken. Ja, nee, je bent een vrouwtje. Hebben we dat ook wel ontdekt? Hallo mensen, mijn naam is de Bad Luigi. Welkom bij een hele nieuwe aflevering van Pokémon Let's Go Eevee. Deze aflevering gaan we verder met ons mooie Kanto-avontuur. En we gaan naar Cerulean City? Nee, daar komen we vandaan. We gaan naar, ik weet niet meer hoe die stad heet. Normaal weet ik alle namen van alle steden van Pokémon uit mijn hoofd, maar ik heb gewoon echt een mind fart, een brain fart momenteel. We gaan even kijken, waar moesten we ook weer naartoe? We moeten naar, Saffron City, dat was het. Ik kan games, ik kan videospellen, misschien. Dus daar gaan we daar naartoe lopen. Ik heb iets besloten dat we iets gaan doen met deze aflevering. Normaal zijn we echt hele afleveringen bezig met alleen maar met trainers vechten. En dus zeg maar, een hele aflevering bezig zijn met één route. Ik ga deze keer gewoon, tenzij er wat interessants gebeurt, gewoon alle trainers uit de video knippen. Dus ik ga gewoon vechten met ze. En dan in de editing doe ik het zo maken dat we gewoon aan binnen een minuut aan de andere kant zijn. Dan is het gewoon saai voor jullie. Dus let's go! Pikachu en Eevee. Nou, dat was echt fucking makkelijk. Oh, en je bent ook nog eens echt heel erg boos. Gezellig. Maar jullie vragen je waarschijnlijk af wat we allemaal deze aflevering gaan doen. Je kan hier wat Pokémonnetjes vangen, dus laten we dat weer eens een keertje voor de gezelligheid doen. Maar ja, het is toch... Oh, nog een trainer. En een Pidgey uit het niets, natuurlijk. Maar jullie vragen je waarschijnlijk af wat we allemaal vandaag gaan bespreken en vertellen. Nou, we gaan het weer eens hebben over Amiibo. Want ik ben momenteel echt een klein beetje in de weer met of ik nou wel of niet Amiibo verder wil kopen. Ik heb vier Amiibo eigenlijk. Drie daarvan zijn die coole Smash Ultimate Amiibo shizzle gebeuren. Oh god. Die ik heel erg vet vind. En daar ga ik verder over praten na dit gevecht. Oké, fuck jou man. Je hebt mijn fucking Eevee vermoord. Dat is niet aardig. Fuck jou. Je bent gemeen. Oh, fucker. Zomaar een kleine Eevee vermoorden. Wat is dat nou? Maar goed, ja. Momenteel komen er binnenkort weer nieuwe Amiibo's. Namelijk de Piranha Plant Amiibo. De hele coole. Dat gaan we niet doen, of wel? Ik bedoel, we zijn al fucking snel. Nee, laten we dat maar niet doen. Agility, waarmee gebruik ik dat ooit? Maar in ieder geval, hoe heet het? Er komen dus een aantal nieuwe Amiibo van Super Smash Bros. Ultimate. En ik zit gigantisch echt te twijfelen. Want ik heb nu een aantal coole Amiibo's en ik vind ze best wel cool op mijn kast. Dus ik zit erover te twijfelen, ga ik er nog een paar kopen? Alleen ja, ik bedoel, ik wil heel erg gigantisch graag die chille piranha plant hebben. Alleen, ze zijn best wel duur als je ze allemaal koopt. Dus dan zit ik altijd weer te twijfelen. Het is moeilijk om een collector te zijn. Je moet ook af en toe even opsparen. En dan zeg ik altijd tegen mezelf weer, Matt, ga lekker sparen. En vervolgens, wat doe ik? Dan spaar ik niet. En dan koop ik een Game Boy Micro van 170 euro. Dat was minder. Nou, tenminste, ik ben heel erg blij met de Game Boy Micro. Voor de mensen die dat hele verhaal niet hebben meegekregen. Volg me op Twitter als je dit soort dingen wil horen. Maar ik had dus een tijdje geleden, zal ik een beetje aan het kutten op het internet. Dat doe ik altijd als ik aan het collecten ben. Ik ga gewoon aankutten. Lekker rondkijken. Lekker kijken wat er allemaal aan retro shit te vinden is. Zo kwam ik er bijvoorbeeld achter dat Kirby Superstar, de SNES game. Op, nou ja, de SNES. Een van mijn favoriete games aller tijden. Tenminste de DS versie Superstar Ultra. Die heet blijkbaar in Europa Fun Park. Of Fun Pack. Ik heb geen idee waarom. Waarom Kirby? Waarom is dit een ding? Kom, ga er nou zien. Waarom is dit een ding? Waarom heet je opeens anders in een ander land?
Nou ja, in ieder geval, dus dat is een ding. Ik wil die game sowieso ook eens een keertje halen, want het is gewoon de originele Superstar Saga. Mijn meest favoriete game ooit. Dus, nou, tenminste niet mijn meest favoriete game ooit, maar wel een van mijn favoriete gamepjes ooit. Dus die ga ik ook een keertje halen. Maar ik kwam dus bij het rondkutten op die websites. Meestal ga ik gewoon bij MarioGBA.nl of MarioWiiU.nl. Meestal bij die websites haal ik mijn retro gaming spul. Want het zijn hele goede websites. Ik heb bijna nooit problemen met ze. Af en toe krijg ik hele lelijke gamepjes toegestuurd waarvan ik denk van, nee, die wil ik niet. Maar meestal is het gewoon super goede service. Zijn het gewoon hele leuke mensen. Die staan altijd klaar om je te helpen. Allemaal heel erg goed en aardig. Jij bent een pichotto, jou hoef ik niet. Allemaal leuk en aardig. En toen kwam ik opeens erachter van, hey, ze hebben opeens een zilveren Game Boy Micro. Een super zeldzame console van Nintendo. Dat is best wel vet. Gewoon nog helemaal een doosje met kabels. En ik ga nu met deze gast vechten. Ik vind dit een beetje raar. Om de hele tijd te moeten stoppen met mijn verhaal. En dan te gaan knippen. Om dan verder te gaan met mijn verhaal. Voor jullie maakt het niks uit. Maar voor mij is het gewoon echt heel raar. Wat ik wel trouwens moet zeggen is dat de Pokémon echt sterk beginnen te worden. Ik bedoel, deze Seeking is level 35. En we gaan waarschijnlijk nu dood. Yup. Maar goed, ja, ik ben dus nu de trotse eigenaar van een supergezellige Game Boy Micro. Oeh, Item Pie. En ik ben er heel erg blij mee. De Game Boy Micro is echt een gigantisch zeldzame console. Je vindt ze bijna nooit. En ik heb hem echt in gigantisch mooie staat. Met ook nog... Wij zijn trouwens al die gasten hierheen naartoe gegaan, die hier stonden. En ik heb hem nou met een mooi kabeltje en zo. Helemaal mooi in zilver. Oh, ik hou ervan. Het is heel kut om het zo... Tenminste, heel kut. Het werkt. Het is alleen een heel klein scherm. En je kan zien waarom het verschilt. Heeft verkocht, maar het is nog wel een geinige console en ik ben er blij mee. Kijk, Let's Oli is level 26. Nice, alsof die al niet overpowered genoeg was. We moeten wel eventjes echt zorgen dat al onze andere Pokémon ook even goed worden. En weet je wat het ding is? Dit zijn nou echt de momenten waarbij ik gewoon graag op een emulator zou spelen, weet je wel? Want battles zijn zo verschrikkelijk. Ze duren zo lang. Ik bedoel, ik ben nu al bijna een kwartier aan het opnemen. En tot nu toe heb ik echt een heleboel uit de video moeten knippen. Jullie hebben dus maar een paar minuten van gameplay tot nu toe gezien. Wat heel erg goed is voor de video. Want daardoor ben ik lekker bezig met het spel spelen. Kom ik lekker verder. Daarop doe ik dit hele gebeuren. Want ik vond gewoon, we zaten op een gegeven moment gewoon echt hele afleveringen lang alleen maar te battlen. Met gasten op de hele route. Dat is niet leuk. Dat is niet leuk om te zien. Jullie willen even progressie zien. En nou ja, op deze manier kan ik dat het beste doen. Maar dat is het ding. Met een emulator, weet je. Ik zou het liefst, weet je, het liefst neem ik gewoon games op vanaf hun daadwerkelijke originele console. En met mijn 3DS Capture Card kan ik in principe bijna alle Pokémon games. Bijna alle Pokémon games ook daadwerkelijk opnemen. Ik heb ook nog eens een GameCube Game Boy player op mijn GameCube. Waarmee ik al mijn Game Boy Pokémon games rechtstreeks zou kunnen opnemen. Enig probleem wat daarmee komt is dat ik de speed-up button niet heb. En oh mijn god, de speed-up button is echt een geweldig ding. Het is echt zo handig om dat te gebruiken. Het is zowat de enige reden waarom ik nog emulators gebruik voor dit soort games. Omdat het gewoon... Het schiet gewoon lekker op, weet je wel. Dan kan ik gewoon mijn verhaal blijven vertellen. Dan hoef ik niet de hele tijd te blijven knippen. Dan wordt de video niet saai omdat we te lang bezig zijn met battle op één route. Dan kan ik jullie meer van de game laten zien, weet je wel. Dat is het handige aan emulators. Alleen nou heb ik een home console game waar geen emulator voor is. Tenminste, over een paar jaar zullen we dat waarschijnlijk wel hebben. Alleen laten we eerlijk zijn, dan zal de emulator waarschijnlijk verschrikkelijk zijn. Net zoals de 3DS emulators, die zijn verschrikkelijk. Je kan echt zowat geen goede 3DS emulator vinden. Het is echt niet normaal. Sommige emulators die werken wel redelijk goed. En sommige games die runnen ook redelijk goed. Alleen er is altijd wel iets verschrikkelijks met het geluid. Of de muziek. Of de graphics of wat dan ook. Dus ik ben gewoon heel erg blij dat ik mijn capture card heb. Maar in dit soort gevallen zou ik gewoon willen dat wij een super gezellige speed-up button hadden. Want dat is gewoon super handig. En ik moet zeggen, als we het dan toch over emulators hebben. Ik heb natuurlijk mijn GPD XT Plus, hè. Je weet al, dat leuke emulatieapparaatje wat ik heb. Ik wil die Pokéball hebben. Dit ene emulatieapparaatje wat ik heb, wat ik gebruik voor al mijn retro games en wat. Helemaal super geweldig. Ik ben vandaag bezig geweest met wat Super Nintendo games erop te zetten. Wat SNES games. Super leuke games natuurlijk. Alleen games die ik daadwerkelijk heb. Maar het is ook met dat apparaat zo fijn dat ik gewoon een speed-up button heb. Want dat maakt de games zoveel leuker om te spelen.
Het liefst wat ik heb met de speed-up button is wanneer ik gewoon het kan gebruiken voor RPG's. Want het liefst speel ik gewoon games zonder verstelling. Want dan is de muziek natuurlijk... Oeh, wat is dit? Dan heb je natuurlijk de muziek die helemaal verkeerd gaat. En dan gaat de game zo snel. Dat is niet leuk. Dat is niet gezellig. Maar voor bijvoorbeeld RPG's waarbij je heel veel moet grinden en al die dingen... Hè, bijvoorbeeld Pokémon of Digimon World DS, dat soort dingen. Dan is het echt super handig om gewoon een lekkere speed-up button te hebben. Want grinden, dat is... Ik bedoel, kijk, natuurlijk, je speelt een RPG voor de RPG gameplay en zo. Alleen grinden is gewoon niet leuk. Ik bedoel, het kan leuk zijn, alleen op een gegeven moment zit je gewoon alleen maar te grinden. Alleen maar zodat je even verder kan gaan met de game. Ik wil gewoon verder met de game, weet je wel. Ik wil gewoon verder met het verhaal. Ik wil niet grinden hier zo. En daarvoor werkt... Een speed-up button. Echt geweldig. Even kijken. Nou zijn we in dat nieuwe stadje hier zo. We zijn niet bij Servon gekomen helaas. Dat niet. Wat is... Oh god, en ik word aangevallen. Oké, dat is gezellig. How many gym badges do you have? 3. Ik ben lekker op dreef. Oké, dit gaat daadwerkelijk een moeilijk gevecht worden. Want ze maakt me echt helemaal kapot. Oh shit, dit is niet goed. Mijn enige plan wat ik momenteel heb is om eventjes te toxicen. En dan gewoon het uit te wachten. Ja, ik denk dat dat de beste strategie momenteel is. Dat is basically hoe ik Lieutenant Surge heb verslagen. Dus dat werkt, hè? Hey, als het werkt, dan werkt het. Maar ik merk toch echt wel dat... Oké, laat maar, we gaan dood. We gaan hier gewoon dood. Dit wordt de eerste keer in heel Let's Go Pikachu en Eevee dat ik dood ga. Geweldig, ik hou ervan. Pidgeotto, je gaat niks kunnen doen, maar... Je kan tenminste even lekker chillen met een Raichu. Vandaag hadden we toevallig een heel erg leuk, gezellig nieuwtje van Pokémon gehad over Raichu. Wat ze tegenwoordig doen, is leuke, gezellige, kleine... hoe heet het? Ze doen leuke, gezellige, kleine feitjes vertellen over Pokémon. En natuurlijk pakken ze dan alleen maar feitjes over Gen 1 Pokémon. Vanwege Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Maar dat is naast het punt. En ze hadden vandaag toevallig over Raichu. En ze zeiden zo van, hey, Raichu, die kan shit. Hij kan zeg maar, hij heeft zoveel elektriciteit dat hij in het donker... licht geeft, zeg maar. Zoveel elektriciteit heeft opgevangen. Toen had iemand in de reacties gezegd van die tweet zo van, hey, volgens de Pokédex van, Pokémon Sun the Moon, doet zowat niemand een neuk geven om Raichu, omdat de meeste mensen gewoon alleen maar van Pikachu houden. En dat laat gewoon zien dat dit een van de enige keren is dat Pokémon het over Raichu heeft. Iedereen zei ook gewoon in de comments zo van, dit is de eerste keer dat Pokémon het over Raichu heeft. Of wie de fuck is Raichu? Want het is... Ik ken alleen Pikachu, jongens. Dat soort dingen, weet je wel. Dat vind ik gewoon mooi. Ik hoop dat hij ons niet doodmaakt, maar waarschijnlijk gaat hij dat wel doen. Alleen, we taken die hits best wel. Misschien kunnen we dit doen? Ik weet niet. We gaan het zien. Dit is de eerste keer in deze hele game dat ik... blackout ben. Dit is geweldig. Dit is fantastisch. Dit is een hele nieuwe ervaring voor mij. You hurry to the Pokémon Center. Gezellig. Dus zo voelt het om vernederd te worden. Fucking disgusting. Ik voel me vies dat ik dood ben gegaan in deze game. Dit is niet leuk. Oké, dan gaan we deze gasten gewoon eventjes ontwijken. En dan gaan we gewoon lekker verder. Want ik heb geen zin om weer dood te gaan. Ik vecht met die andere gasten wel de volgende aflevering of zo. Of tussendoor. Wat ik wel echt merk, nogmaals, is dat ik nu echt een beetje moet gaan trainen. Enig probleem is, ik heb gewoon geen zin om te trainen. Want als ze gewoon eventjes wild battles in deze game gooien, dan kon ik gewoon prima trainen. Dan was het allemaal geen probleem. Maar nee, we moeten dat kutte Pokémon Catch mechanic erin stoppen. Want dat is leuk. Ja, ik vind het niet leuk. Er was daar trouwens een gast die... Ja, game, laat nou even alsjeblieft. Wauw, die loading screens zijn echt verschrikkelijk in deze game. Echt waar. Maar deze hier trouwens een gast. Volgens mij geeft hij ons toch een coole move, of niet dan? Toch? Ja hoor, ik wil wel een move. Bussy, bus, slissy, baddy, bad. Nee, laat maar. Dat zijn kut moves. Fuck jou, doei. Krijg nou wat. Het is meneer Brok. Hey, I didn't expect to run into you here. I'm on my way back from visiting Silent City Gym. Keeping in touch with other gym leaders is a part of our duties after all. Je kan ook gewoon bellen. Dat is ook een ding. The girls at that gym all turned me away for some reason though. What?
Waarom zou dat nou zijn? Actually, I have some pewter crunchies. I brought them as a gift for the gym here. Okay, thanks Brock. Nou zijn ze van mij. Hoef ik ooit naar de winkel te gaan? Nee joh. En ik krijg ook nog eens thee. Nou, dus okay. Dus ik hoef niet naar de oude vrouw te gaan om thee te krijgen. Ik krijg het gewoon van Brock in een automatische cutscene. Dat is ook mooi. I don't have enough left to give that thirsty guard now. Okay, nou, gezellig. Gaan we dat lekker doen, joh. Ik vond het altijd gek aan Nintendo, aan Pokémon, dat ze zeg maar je één kopje thee geeft aan één van de guards. Sowieso, dat hele kopje thee gebeuren is in Pokémon Yellow veranderd naar gewoon een lekker bottle of water. Maar in de originele Pokémon games was het echt zo van, oh, ik heb zo'n dorst. Oh, ik wil thee. Oh, kijk nou, jij hebt thee. Nou, gezellig, ik ga dit met alle andere guards lekker delen. Hoe de fuck doe je dat? Het is één kopje thee waar je al een grote sip uit hebt gehaald. Ik snap het niet. Waarom doe je dat? In ieder geval, nou kunnen we tenminste deze area unlocken en dan kunnen we lekker ook naar de andere gym toe. Moeten we wel even... Jigglypuff, kom hier! Heb ik al een Jigglypuff? Ik weet het niet. We gaan hem gewoon lekker vangen, joh. We krijgen misschien wat extra XP ervan. Motherfucker. Okay. Oh, ik haat het als die Pokémon naar de zijkant gaan, want dan kan ik ze gewoon niet pakken. Goskaleer, Jigglypuff, ik haat je. Dit is niet leuk. Jigglypuff, kom hier! Nee! Oh god, ik haat deze motion controls. Echt waar, het werkt echt voor geen meter gewoon. Goskleren, pak gewoon een fucking Jigglypuff. Wat is dit voor bullshit? Kijk, eindelijk. Waag het om eruit te gaan, hè? Okay, weet je wat, motherfucker? Ik hoef jou niet eens, hoor. Ik kan je ook gewoon zomaar wegdoen, hè? Goskleren, gooi dat ding nou eens harder, jij motherfucker! Excellent, dankjewel, ik ben geweldig. Oh, ik haat deze controls. Goskleren, Jigglypuff. Ik haat je zo erg, kom eens hier. Jij gaat erin blijven nu. Kennen jullie nog die oude Pokémon filmpjes? Waarbij van Smosh, waarbij ze zeg maar een Jigglypuff gingen vangen. En vervolgens ging die in de Pokéball. En wat die deed was gewoon tape om de gehele Pokéball. Dat lijkt me altijd een geweldige hack. Gewoon, waarom doen niet meer trainers dat? Gewoon letterlijk. We hebben 178 Pokéballs. Wat de fuck is deze bullshit? Je kan gewoon letterlijk een Pokémon vangen. Of een Pokémon in een bal gooien. Dan tape er overheen doen. En dan kunnen ze er niet uit. Dat is toch een geweldig idee. Waarom doen trainers dat niet meer? Misschien is er iets onethisch aan of zo. Weet ik het wat. Maar hey, het is ook onethisch om rare monsters te vangen. Om met ze te gaan vechten. Dus het boeit me niet, geen flikken wat onethisch is of niet. Ik vond het gewoon geinig, dat was altijd leuk. Maar in ieder geval, er is een heel gedoe over de Nintendo Direct die niet in januari was. En toen op een gegeven moment waren ze zo van, hey, we doen geen Direct in januari. Hey, dat is super gezellig. Want dat is wat we willen. Dus nou zijn er een heleboel mensen die elke keer bij... Je kan het momenteel checken, als je, nou ja, tenminste niet als je deze video echt... maanden later kijkt. Maar je kan momenteel gewoon naar elke Nintendo tweet ooit gaan die ze hebben gepost. Of tenminste die ze recent hebben gepost. En dan vervolgens zal je 100% zeker weten een tweet zien van iemand die vraagt: wanneer komt de Direct? Dat zie je de hele tijd. Heel veel mensen. En het irriteert me zo erg. Het probleem is, er zijn echt mensen die denken dat Nintendo deze Directs aan ons verschuldigd is. Maar dat is niet zo. Ze zijn niet verschuldigd aan ons. Het zijn gewoon dingen die zij doen voor ons. Die ze gewoon leuk vinden om te doen. En wat ze ook gewoon goed vinden om te doen. Want zij willen het doen. Zij doen het vrijwillig. Het is niet zo alsof ze het moeten doen. Ze kunnen het ook net zo goed niet doen. En het probleem is, mensen gaan nu de hele tijd zeiken. Als er eens een keertje geen Direct komt, dan gaan ze gewoon blijven zeiken. En blijven spammen van waar is de Direct. En dan denk ik altijd zo van, ja jongens, je kan wel blijven spammen waar is de Direct. Alleen daardoor komt de Direct niet sneller. Dus ik weet niet wat je allemaal aan het doen bent, maar dit werkt niet. Dit werkt niet. Even kijken, nou moeten we even weten waar we Fly kunnen halen. Ik neem aan gewoon op de plek waar die altijd zit. Dus misschien kunnen we daar nu gewoon naartoe gaan. Dat zou best wel handig zijn. Dan kunnen we natuurlijk sneller door de regio. En goskaleren, Eevee, doe alsjeblieft normaal. Alsjeblieft zeg. Dan kunnen we natuurlijk sneller door de regio heen. Of we kunnen gewoon eventjes de gym uit gaan checken. Even kijken hoe het daar allemaal zit. Even kijken hoor. Dan zet ik wel even Heyman.
voorop. Zo, move Pokémon. Zo. We hebben wel een lekker teampie zo hoor. Ik ben trots op ons team. Ik ben trots. Het is een leuk team. Met jou ga ik nog niet vechten, want jij bent net ietsjes te sterk voor mij. Dan, wat voor kans heb ik dan met de gym? Nou ja, gewoon een heleboel items kopen. En dan zal het wel goed komen. Even kijken, kunnen we al hierin? Ja. En ik kan al met die Team Rocket Guy praten. Ik ben echt zo benieuwd hoe ze dat nou gaan doen. Met die hele switchen met die staircase. Want in de originele games was het zo van... Oh, die Team Rocket Guy die loopt gewoon naar het niets. Die loopt gewoon letterlijk... Die loopt gewoon letterlijk de muur in. En dan vervolgens druk jij op de switch en dan komen we opeens staircase. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat nou hebben gedaan. Ik wil wel eerst eventjes die coin case hebben. Als die nog op dezelfde plek is, dan zou dat heel erg fijn zijn. Waarom zit er Team Rocket Guys in je huis, man? Waarom doe je dat? Ik wil graag een coin case, alsjeblieft. Saddle City Game Corner. Ja, ik weet de Game Corner, maar ik wil gewoon mijn coin case. En ik wil die oude man daar helpen. Dude, geef me gewoon een coin case of zoiets. Please. Ik vind het wel geinig dat de Game Corner trouwens terug is. Want Nintendo had daar een paar jaar geleden heel wat probleempjes mee gekregen. We kunnen nu ook eventjes meteen gaan kijken naar de evolutiestones. Misschien, ik verkoop ze jullie stones. We kunnen eventjes kijken. Wat kunnen we Weepinbell en Fructuebell laten evolueren? Dat is geinig. Oh, dat is geinig. Maar dan kunnen we in ieder geval Victory Bell krijgen op ons team. Dat zou best wel pittig handig zijn. Hallo, heb jij toevallig... Dit is de Technical Machine Shop. Dat hoef ik niet. Dankjewel. Bye. Ik wil graag mijn stoontjes hebben als je het niet erg vindt. Wauw. Oké, dit is gewoon cute. dit is gewoon cute. En ook nog eens die Pokémon... Die Pokémon Quest dingen. Oké, dit is gewoon leuk. Een Nintendo Switch Shop. Helping Hand. Oké, dit is gewoon geinig dat ze dit hebben gedaan. Ah, dit is leuk. Gewoon digitale Nintendo Switches zien. Alsof je het product wat je al verkoopt aan mensen niet genoeg kan, marketen. Nou heb je hem ook nog eens een keertje hier. Ik moet wel zeggen met deze hele nieuwe format dat gewoon dingetjes te uitknippen die niet nodig zijn. Ik vind het een goede format. Het werkt tot nu toe. Want, Leafstone, kijk eens aan. Dat hadden we nodig. Ja hoor. Gezellig. Dan gaan we die meteen eventjes gebruiken. Misschien is het handig om ook meteen onze Nidoking te pakken. Dat we ze meteen beide evolueren. Maar ze zijn nog zo laag leveled. Ik heb ze liever meestal dat ze bij level 30 zijn. Ik ga er nog even over nadenken. Tot de volgende aflevering. Want dan ga ik even kijken welke moves ze nog allemaal leren. Want ik weet dat niet uit mijn hoofd. Maar dan ga ik nog even kijken welke moves ze allemaal leren. Totdat ze Victory Bell worden. En dan gaan we het zo bekijken, joh. Is het een goed idee? Ik vind het een goed idee. Maar ja, dus ik irriteer me momenteel aan alle mensen die een beetje aan het zeiken zijn over Nintendo Direct. Want het is gewoon irritant. Zeik er niet zo om. Het komt vast op een dag wel weer. En anders, misschien denken ze van, hé, we doen het gewoon niet. Want fuck jullie. Dat kan ook. Hè? Dat kan ook. Maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Dus zeik er gewoon niet zoveel om, joh. Het komt vanzelf wel een keertje. Hopen we heel erg. I came on vacation with my brother and a boyfriend. Just the three of us. Isn't Sandal City beautiful? Why did she bring her brother along? Oh, jongen, ik hoop dat je weet dat je een hele grote kokblok bent. Echt waar. Ik hoop dat je dat beseft. Oké, doei. Is de hele pervy man, Master Roshi shizzle guy nog steeds een ding? Of hebben ze hem eruit gehaald? Je weet het nooit. Zet nu je geld in, want we gaan het nu ontdekken. In 3, 2, 1... This gym is great. It's full of strong trainers. Ja, nee hoor, dude. Wij weten wat je bedoelt. Wij weten welke shit je allemaal bedoelt, rare man die je bent. Ik vind het wel echt legit leuk dat we deze hele nieuwe format gebruiken. Want ik ben al bijna 40 minuten aan het opnemen. En nog steeds... En weet je, als ik alles niet eruit had geknipt... Dan zouden we de gehele... We only let few trainers enter the gym. En natuurlijk komt er iemand weer in mijn ding. Do you have one? Let me see. Ik heb een Pokémon, een Eevee. It's cute, it's super cute. Can I pet it a bit? Oké, gezellig. Oh, it feels so good. I just want to bury my face in its belly. What? Oké.
Dit is... Oh, wat doe je? Wat? Dit is echt super creepy wat je doet, mevrouw. Dit is echt heel creepy. Kijk, daar is ze hoor. Die gekke meid. Maar hoe heet het? Als ik dit niet er allemaal uit zou knippen, dan zou deze hele aflevering letterlijk gewoon... ik zijn die aan het aankutten is, weet je wel. En dan zouden we de volgende aflevering pas dit gedeelte doen. Dus ik ben blij dat wij dit gedeelte allemaal eventjes kunnen overslaan. En dat we gewoon lekker ons ding doen. Ik ga eventjes kijken welk level deze gasten allemaal zijn. En als het niet echt veel interessants is, dan knip ik het er gewoon uit. Oké, dit is gewoon geinig. Vergeet alle negatieve dingen die ik heb gezegd over Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Dit is gewoon de shit. Nidorino, waarom ben je zo? Het probleem is wel, er zijn echt wel... best wel wat mensen die denken dat omdat ik deze games haat, en geloof me, ik haat deze games echt verschrikkelijk, dat ik zowat niks positiefs erover kan zeggen. Dat is niet waar. Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee heeft wel een heleboel goede elementen. En zodra ik mijn review van deze game ga maken, ga ik die ook zeker weten aan jullie vertellen. Alleen, er zijn gewoon te veel negatieve elementen voor mij om het een goede Pokémon game te noemen. Dat is gewoon een ding, weet je wel. Ik vind gewoon, is gewoon te veel negatiefs voor mij dan dat er positieve dingen zijn. Ook al, er zijn zeker wel elementen aan deze game die ik zeker weet in de andere games terug wil zien. Alleen het overgrote deel van deze game is gewoon verschrikkelijk, vind ik. Dat is mijn mening, hè. Iedereen zo zijn mening. Maar laat je niet om de tuin leiden. Ik kan daadwerkelijk positieve dingen zeggen over deze game. Een van de positieve dingen is dat het een game is. Dat is een hele prestatie. Het is een game. Dus dat... Oké, dan gaan we deze gast nog eventjes afmaken. En dan denk ik dat ik hierbij de aflevering afsluit. Ik ben echt een uur bezig geweest met opnemen. En ik heb nog geen idee hoe de gehele video voor jullie eruit gaat zien. Ik ga het wel echt heel erg... Er is echt heel veel om uit te knippen. Want ik heb heel veel dingen leeggelaten. En dan zie je wat dat resulteert. Als ik dit niet had gedaan, dan zouden we echt pas volgende aflevering op dit stuk van de game zijn. En volgende aflevering kunnen we nu met Erica gaan vechten. Dus ik denk dat dit een heel goed idee is. Dat dit een goede manier is om Pokémon Let's Go voortaan op te nemen. Dus jullie moeten mij maar laten weten wat jullie denken van deze nieuwe stijl van opnemen. En van deze nieuwe Let's Play stijl. Vinden jullie het geknip leuk en zo? En het edit en al die dingen leuk. Laat het me weten, want ik wil het heel graag van jullie weten. Feedback is altijd handig. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Goskleren Eevee, je verneukt alles. Dus vond jullie deze video leuk? Geef dan een like, abonneer zou ook leuk zijn. Zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye!